Wat is bij jou het gevoel, Julian, na deze onnodige nederlaag van Excelsior? Ja, ik denk vooral teleurgesteld. Eerste helft denk ik dat we het prima onder controle hebben. Weinig weggeven, zelf redelijk wat kansen creëren zonder echt super goed te spelen. En ja, ik denk 1 minuut na rust valt hij er al in. Dan geven we het daarna helemaal weg. Dat is gewoon niet, zit niet in ons spel normaal. En achterin stond het hartstikke goed de laatste wedstrijden. Maar vandaag denk ik dat het van ons allemaal de tweede helft te weinig was. Komt het ook dat je in de eerste helft zoveel kansen krijgt en uiteindelijk maar met 1-0 de rust ingaat? Ja, ik denk net verkeerde keuzes maken voor de goal. Hij valt net niet goed. Bijvoorbeeld net de laatste kaats of dat soort dingen. Dat net allemaal niet goed is. En dan weten we nu weer waar we aan moeten werken. En als je daarin net iets verfijnder bent en scherper bent, dan sta je misschien 2 of 3-0 voor. En dan wordt het een hele andere wedstrijd. Uiteindelijk zie ik in deze hele wedstrijd best wel wat onderlinge irritaties ook bij Excelsior. Herken jij dat? Nou, ik denk niet echt. Heel erg. Tuurlijk, als je een tegengoal krijgt, dan heb je heel even dat je elkaar op scherp probeert te zetten. Of dat je tegen elkaar zegt dat het beter moet. Maar verder is het niet dat je echt irritaties hebt naar elkaar. Het is gewoon, je probeert elkaar scherp te houden en je weet dat het beter moet. En daarbij komt ook wel eens kijken dat je even een frustratiemomentje of op jezelf hebt of op iemand anders hebt. En dat is verder niks ernstigs. Het leek zo'n mooie periode voor jou juist te worden, hè? En deze opgeroepen nog voor Jong Oranje. Vandaag een goal. Ja, zeker. Ja, het is nog steeds een mooie periode. Ik heb er hartstikke van genoten en denk ik ook veel van geleerd. Dus dat neem je allemaal wel weer mee bij Jong Oranje. En uiteindelijk is vandaag heel teleurstellend. Ben je wel blij dat je nog een goal kan maken en nog aan het eind een assist kan geven. Maar overal overheerst natuurlijk gewoon de teleurstelling dat je hier met 2-4 verliest. Neem ons eens mee, hè? Want je bent uiteindelijk op het laatste moment nog ingevlogen voor Jong Oranje. Hoe gaat dat? 'S ochtends hadden we al gelezen op een school voor de kinderboekenweek. Toen wilde ik net naar buiten gaan om te trainen hier gewoon op de club. En toen werd ik ineens het kamertje ingeroepen bij Niels van Duinen en de trainer. Die feliciteerde mij met dat ik geselecteerd was voor Jong Oranje. En dan gaat het ineens heel snel. Dan probeer je je familie te bereiken. En in eerste instantie namen ze niet op. Dus ik heb maar een appje in de groep gestuurd van ik kom nu naar huis en ik ga mijn spullen pakken. Maar dat is natuurlijk een hele eer om daarvoor opgeroepen te worden. En ik ben ook trots dat ik erbij heb gezeten. En ik hoop dat het niet de laatste keer was. Mooi is dan wel, dan word je opgeroepen. Je krijgt dan inderdaad nog geen familieleden te pakken. Dus stuur je een appje, je gaat naar huis om spullen te pakken en dan ga je weg. En kom je erachter dat de helft nog thuis ligt. Ja, ik ben inderdaad een aantal dingen vergeten. Gelukkig geen voetbalgerelateerde dingen. Want, dat wel dan? Dat heb ik allemaal gecheckt. Maar we hadden een vlucht van 6 uur en dan is het wel fijn als je een koptelefoon of oortjes meeneemt. Dus dat zou ik de volgende keer ook aan denken. Maar verder ben ik mijn gel vergeten en dat soort dingen. Kleine dingetjes, niet super belangrijk. En je kan het ook wel weer kopen of lenen van anderen. Maar in de haast ben ik dat gewoon vergeten. En dat zou ik nu de volgende keer wel extra scherp op zijn. Als je dan daar aankomt, dan kom je met spelers die, ik weet niet of iedereen dan al kent of dat ze jou allemaal ook kennen. Hoe gaat het dan als je daar aankomt? Ja, ik ken de 1 of 2 spelers, die neem je dan een beetje op sleeptouw. Maar verder kom ik daar aan. Word je opgevangen door de teammanager, je loopt even een rondje langs iedereen, je stelt jezelf voor. Ja, ook aan jongens die je misschien al wel een beetje kende, maar je stelt jezelf voor en daarna ga je gewoon met z'n allen eten, je traint met elkaar en dan gaat het hartstikke snel. Binnen 2 dagen heb je het gevoel alsof je daar al een paar weken of maanden aan het spelen bent, dus dat gaat super snel. En die jongens hebben me ook super goed opgevangen, dus dat voelde al hartstikke goed. Je zegt net ook, hè? Ik heb in korte tijd ook best wel veel geleerd. Kun je eens aangeven wat je dan specifiek hebt meegenomen van die tijd bij Jong Oranje? Ja, de trainingen zijn gewoon heel anders. De tactiek is iets anders. Tuurlijk heb ik geen wedstrijd gespeeld, maar je kijkt toch mee met de presentaties. En wat de trainer zegt, en dat is toch allemaal net iets anders dan hoe het hier gaat. Trainingen waren kort maar krachtig. Veel positiespelletjes, veel rondo's. En bij mij is nog een verbeterpunt handelingssnelheid. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het op de eerste training best wel goed is gegaan. En je leert er gewoon superveel van om met zulke goede spelers te spelen. En sommige jongens die doen alleen maar 1 keer raken, een beetje om zich heen kijken. Ja, dan zie je toch ook hoe het een stapje hoger gaat. En dat kan ik dan weer meenemen en voor mezelf proberen daar zo snel mogelijk naartoe te groeien. Is het
dan ook iets waarvan je bij jezelf denkt ook, hè? Want ja, ik speel nu bij Excelsior, ik word ineens opgeroepen voor Jong Oranje. Ik ben dus ergens in het vizier. Dat je ook denkt van ja, ik ben ook wel heel benieuwd waar mijn eigen lat uiteindelijk ligt. Ja, tuurlijk. Ik denk dat je, ja, de afgelopen jaren leg ik de lat voor mezelf al steeds hoger. Maar voor mijn gevoel ben ik nog niet uitgeleerd. En zo'n mooie periode bij Jong Oranje, daar kan je alleen maar weer meer van leren. En ja, voor mijn gevoel heb ik het best aardig gedaan. En denk ik zeker dat ik het niveau van die trainingen aan kan. En dat ik misschien ook op een hoger niveau met een ander team zou kunnen trainen, zeg maar, bij een andere club eventueel. Dus dat is mooi voor jezelf om te zien, zeg maar, dat je nog niet uitgeleerd bent en uitgegroeid bent. Dus ja, in dat opzicht leer je er wel veel van en opent het ook wel weer nieuwe deuren voor jezelf. En ja, dat is wel fijn om nu weer te weten. Mooie periode, afgesloten wel met een domper vandaag. Ja, eerlijk gezegd wel, maar ik heb nog steeds hartstikke genoten van de periode bij Jong Oranje. En ja, ik zie die twee dingen denk ik los van elkaar, maar ja, wat vandaag is gebeurd, daar had denk ik niemand op gehoopt.